Dit boek kreeg ik een paar weken geleden in mijn handen en dat heb ik in één ruk uitgelezen. En dit boek is geschreven door Astrid van der Star. Maar wie is nu Astrid van der Star? Dat ben ik. Astrid, waar ben je geboren? Ik ben geboren in de oorlog in Oostenrijk in 1944. Mijn vader was gevorderd door de Duitsers. En de meeste mannen die moesten toen in Duitsland werken. Mijn vader die kwam heel ver weg terecht in Oostenrijk, in de plaats Linz. Na 8 maanden is mijn moeder hem achterna gereisd, want ze waren straalverliefd en net een week getrouwd toen hij wegging. En die is de man gevolgd. En zodoende ben ik daar toevallig geboren. En ik was 1,5 jaar... ik ben van februari 1944 en in mei 1945 ben ik met Rode Kruiswagens zijn we weer naar Nederland teruggekomen. Dus je bent geen geboren Krooswijkse? Niet geboren, maar mijn vader, die komt bijvoorbeeld uit Nieuw-Krooswijk, uit de Wandelordstraat. En mijn moeder uit Rotterdam-Noord, dus ik ben een echte Rotterdamse. Vanuit je hart uit, ben je toch een echte Krooswijkse? Ja. Want dan komen we op dat boek wat je geschreven hebt. Dat is een puur levensverhaal. Ja. En ik vertel in mijn voorwoord dat ik het in één ruk heb uitgelezen. Het is een boek, als je er allemaal gaat beginnen, leg je niet meer opzij. Nee, ik schrijf makkelijk. Het is niet een literair hoogstandje, maar ik schrijf vanuit mijn hart. Ja. Vanuit mijn herinneringen. En gelukkig heeft mijn oude moedertje, net voor je overleed, alles kunnen controleren op waarheid of het klopte. En voor de rest zijn het mijn eigen belevenissen, maar wel echt gebeurd. Waarom ben je dit boek gaan schrijven? Ten eerste omdat ik voor mezelf het op een therapeutische manier deed. Ik heb nogal een wild leven achter de rug, zeg maar. Van alles meegemaakt. En ik dacht, dat is leuk voor het nageslacht. Dus in eigen beheer heb ik toen een boek uitgegeven met een andere titel. Ogen als schoteltjes. Maar dat heeft een uitgever heel toevallig in handen gekregen. En die belde mij op. Van joh, als jij er nog een gedeelte bij schrijft, dan willen wij het uitgeven onder een andere titel. En dat heb ik gedaan en toen werd het Van Lief naar Lef. Want je begint als een lief onschuldig meisje, maar het leven leert je dat je behalve lief ook veel lef moet hebben om er te komen. Je hebt wel getoond dat je lef hebt, dat heb ik gelezen in je boek. Maar wat heb jou eigenlijk in dat schrijven de meeste indruk gegeven? Wat is er het meeste bijgebleven uit die periode? Uit de periode van mijn jeugd. Van de Vermekerstraat. Wat me erbij is gebleven is de mentaliteit van Krooswijk. Dat spreekt me nog steeds aan en ik zie het nog regelmatig ook terug als ik er wel eens ben. Ook al woon ik er niet meer, maar je bent en blijft Krooswijk. Recht voor zijn raap en het hart op de juiste plaats. En voor vrienden doe je alles. En je hebt allemaal een gezamenlijke vijand. Als er een vijand is, is die gezamenlijk. Straat tegen straat is noods. Maar, en dan op een eerlijke manier, niet op een gemene manier, maar dan de strijd aangaan. En Krooswijk staat voor een ander klaar. Nergens anders ter wereld heb ik dat zo beleefd. Een paar jaar geleden werd me dat nog eens bevestigd. In een feestje in een café op de Boezemstraat bij Kleinhout. Daar werd een verjaardag van iemand, van een vriendin van me gevierd. Een hele bekende trouwens in Krooswijk, die vriendin. En wie is dat? Bolle Pep. En daar werd een feestje gevierd. En alle klanten kwamen, vrienden kwamen. Het was, heel die zaak was vol. Maar er zat buiten op een gegeven moment een Surinamer, een invalide Surinamer, in een rolstoel. En die kon er niet in, want het was te druk. De man was spastisch. En hij had een lekker band. En het is november, het is webjaar, het was ijzerkoud. Op een gegeven moment kijk ik naar buiten. Er staan er 2 Krooswijkers de band te verwisselen. En de ander zorgt voor de man dat hij zijn pilsje en zijn hapje krijgt. En toen dacht ik, dat zie je alleen in Krooswijk. Nergens anders ter wereld. We zullen niet ingaan op het verhaal wat allemaal in het boek staat. Want als de mensen het willen lezen, de Krooswijkers zeker, dan kunnen ze dat kopen? Dat is in elke boekenwinkel te koop, neem ik nog aan. Ja, het is overal te koop. Er is een nieuwe uitgave
En dan is het in pocketvorm en dan kost het boek maar 7,50 van Lief naar Lef. Dus dat is ook een leuk prijsje, maar ook om aan iemand cadeau te geven bijvoorbeeld, ook voor jezelf. En ja, het verhaal begint in de Vermeekerenstraat. Daar heb ik gewoond. Mijn eerste herinneringen vanaf dat ik 3,5 ben en mijn zusje geboren werd. Wat natuurlijk voor die tijd strikt geheim gehouden werd. Hè? Dat was het verhaal van de ooievaar nog. En ik was helemaal niet blij met mijn zusje. Ik was gewoon stinkjaloers. Dat zeg ik ook heel eerlijk. En er gebeurde van alles. Je speelde op straat, je speelde met kinderen. We hadden ook een vieze buurman, oom Herman. Niet zijn eigen naam. Maar dat was al een heel avontuur wat je beleefde. Bert van Klaveren, die ik me goed herinner. Met die zijn dochter was ik vriendin. En daar heb ik ook een hoofdstuk over geschreven. En het hele lieve leed van de periode in Krooswijk staat erin. Totdat we naar Rotterdam-Noord verhuisden. Want mijn moeder, die kon het niet aarden in Krooswijk. Die kwam uit Rotterdam-Noord. En dat was een dame met een hoedje op zondag. Ja, dat paste niet helemaal in de buurt. Dus mijn moeder heeft ja, al die jaren dat ze er gewoond heeft, de best gedaan om weer naar Rotterdam-Noord te kunnen. Maar mijn vader, ja, dat was wel een Krooswijk, hè. En wij, die had het naar zijn zin. En wij als kind ook. We begrepen niet dat mijn moeder weg wilde. Maar ja, je had niks te zeggen toen. En zeker geen inspraak. Nee, zeker niet. Nee. Maar inmiddels is dat boek natuurlijk al heel veel verkocht. En de mensen praten erover, die dan mee in contact gekomen. Ze vinden het allemaal een schitterend boek. En je hebt wel de smaak te pakken gekregen, hè? Dacht ik. Je hebt inmiddels een ander boek geschreven. Ja, ik heb in mijn leven 20 jaar bij justitie gewerkt, in het gevangeniswezen. En daar ben ik begonnen als bewaarde. Waar? Op de Noordsingel. Onze oude trouwe baaiers, het huis van bewaring. Dan ben ik een uniform begonnen. Eerst krijg je een opleiding en dat heet dan PIW'en. Penitentiair inrichting werken. Maar het is gewoon bewaren, alleen het heeft meer een sociaal aspect. Hoe ga je met de delicten om die ze gepleegd hebben? In het begin wil je weten van een gedetineerde waar die voor zit. Nou, daar ben je zo achter, hoor. Dat is niet zo moeilijk. Maar ja, er zitten ook bijvoorbeeld pedofielen. En daar heb ik moeite mee. En natuurlijk moet je die mensen professioneel benaderen. Ze krijgen alles waar ze recht op hebben, maar het sociale praatje is weg. Dat is over, dat doe je niet meer met zo'n man. En ook de hiërarchie in een gevangenis. Hè, bovenaan staan de witte borden criminelen en dan komen de stoere overvallers. En daarna komen de verslaafden. Daarna komen de verkrachters van vrouwen, die staan ook heel onderaan. Maar de pedofielen, die staan helemaal op de floor. Die hebben echt geen leven voor. Dus ze verdienen ook niet beter, hoor. Daar gaat het niet om. Maar dat is heel moeilijk. Om daarmee om te gaan, ook als personeel. Je hebt allemaal kinderen, ik ook. Ik heb er twee. Het idee dat mijn kind benaderd wordt door een of andere vieze kerel. Ik word gek bij de gedachte. Dat boek is ook te koop? Ja, dat is verleden jaar uitgekomen. Dus ik ben ook nog bij Knevelen van de Brink geweest met het boek. En ik moet zeggen, het wordt goed verkocht. En iedereen die het gelezen heeft, is er eigenlijk enthousiast over. En die zei, joh, dan gaat de hele wereld van me open. Want ook al ga je wel eens op bezoek bij een gedetineerde, dan zit je in het voorgebouw. Maar wat zich er werkelijk afspeelt, dat weet niemand. En dit is gewoon een kijkje in de keuken van de baaiers. Hoe beleeft een gedetineerde het? Ik bedoel, de een die zit zijn straf op zijn sloffies uit. En de ander die zie je wegkwijnen en per dag een kilo afvallen van de ellende. Dus dat is ook heel verschillend.